De komende 7 dagen bepalen YouTubers onze dag. Wat ik wil is dat jullie stiekem met Don op de foto gaan zonder dat hij het doorheeft. Maar om bij Don te komen moesten we meer dan 2 uur rijden naar de andere kant van Nederland. We staan nu op een afstandje bij Don zijn huis, maar nu vallen we nog veel te veel op. A few moments later. Neem mij niet serieus nu, of wat? Dit kan echt niet. Het werkt toch? Dit is voor moment. Om zeker te weten dat Don thuis was, nam ik het risico en ging ik op onderzoek uit. Toen haalde ik even een frikandelbroodje en tot mijn verbazing zag ik daar de vader van Don. Genaamd Evert. Nee, ik heb geen idee hoe die heet. En dit is pas de eerste challenge. Nog veel meer YouTubers hebben ons uitgedaagd en het wordt alleen nog maar gekker. We weten dat we hier misschien wel de hele dag moeten blijven campen. Omdat we al 4 uur lang aan het wachten waren, besloten we nog even om langs zijn huis te rijden. Als hij ons nu ziet filmen, is de kans groot dat hij ons nu door heeft. Even kijken, is er iemand thuis? Een auto staat voor de deur. De auto staat er wel. Oh, ik ben bang dat hij door het raam aan het kijken is. Hij is er. Oké, pruik op. Op dit moment zagen we Don naar buiten komen en in zijn auto stappen, dus moesten erg snel zijn. Hoe werkt deze auto? We gaan hem achtervolgen. Ja, hij stapt in de auto. Achtervolgen valt zo erg op. Hij komt hierheen! Dat was het. We moeten de achtervolging iets jagen. Ja, we moeten hem niet kwijtraken, maar ook niet te dichterbij. Hij gaat veel te snel. Hij rijdt in autovolg. Na een achtervolging voor meer dan een half uur hadden we slecht nieuws. We zijn hem officieel kwijtgeraakt. Shit! Hoe kan dit? Alles zat tegen. The next day. Oké, ik heb op de story van Shahid gezien dat Don en Shahid bij de PSV-wedstrijd zijn in het PSV-stadion. Ik heb contact met Shahid. De wedstrijd is bijna voorbij, dus we moeten opschieten. Binnen 10 minuten moesten we helemaal naar het stadion sprinten. We moeten snel zijn, we moeten echt snel zijn. De wedstrijd is bijna voorbij. Eenmaal bij het stadion aangekomen moesten we op zoek naar uitgang 12, die Shahid ons had doorgegeven. Als het goed is, komen ze uit ingang 12. En dat is hier. Dus vanaf nu moeten we het heel goed in de gaten houden. En dadelijk op de foto. Dit is spannend. Dit is echt spannend. De wedstrijd is nu officieel afgelopen. Dus dat betekent dat iedereen nu naar buiten gaat. Mijn hartslag, het gaat echt omhoog. Ze kunnen binnen enkele seconden komen. Holy shit, Don! Holy shit! Mooi, ik heb een foto's. Ja, dat is een filmpje, hè? Ja, dat is een filmpje. Peace. Yes! Fucking dik, man. Don de Jong. Jongens, het is gewoon gelukt. Ik ben op de foto geweest met Don de Jong. Yes! Ik wil dat jullie een telefoon kopen en hem aan een vreemde geven. We moeten dus een telefoon kopen en weggeven aan een vreemde. En dat gaan we nu doen. Gewoon even mensen blij maken met een nieuwe telefoon. Maar natuurlijk moesten we deze telefoon nog eerst kopen. We hebben een telefoon gefixt en belt hij goed. En nu gaan we hem aan iemand geven die het echt nodig heeft. Onderweg kwam deze man naar ons toe en vroeg of we wat geld voor hem hadden. I don't have money. I only have a phone. Yeah? You like it? Great. That one. We hebben weer een persoon blij gemaakt. Yay! En nou heb ik ze in de friet. Hey, gloeiende mannen. Dylan Hagens hier. En ik heb de volgende challenge voor jullie. Boek het duurste hotel wat jullie kunnen vinden voor vanavond. Daar staan we dan. En zoals jullie zien, het is de zwembad suite. Oh, een zwembad. Oh, dat is zo ziek. Zo, let's go! En dat gewoon in de hotelkamer. Nog een half uur gezwommen te hebben, was het tijd om te gaan uit eten. Jongens, we gaan het eten. Alles wel hoor. Heb je even. Dankjewel. Dit was echt de laatste. Dat was echt de allerlaatste. Nou, stop ik echt. We hebben hier de burger. En jij bent gegaan voor de... Voor de ribeye. Dylan, bedankt voor deze challenge. En nadat we nog de hele avond in het bubbelbad gechilled hadden, was het tijd om te gaan slapen. Flikker.
En ik zei nog. Dames en heren, de tijd is aangebroken dat we gaan slapen. En ik heb ruzie met Jesper, want hij vond de prank niet zo leuk. Slaap lekker. Vieze, vuile f***. Hallo. Wie kreeg je terug? Goedemorgen. En we beginnen de dag met een wandeldag. Wat hebben we toch geslapen, Erik? Nou, dat was het avontuur. En dan is het nu weer tijd voor de volgende challenge. Let's go. Yo, hier met Udo de Beatbox uit Nijmegen. Klobovies, spring in de struik. Oh nee! En als we het doen, dan doen we het goed. En doe het thuis niet na, want dan gaat de heg kapot. Jongens, daar gaan we. 3. 1. Let's go. Rijk, Rijk. Rings over de heg gevlogen. Rijk! Ik vloog echt vol op de grond. Doe dit thuis daarom niet naar. Deze challenge sloeg nergens op. Op naar de volgende. Ga overnachten in de tuin van Gio zonder dat hij het doorheeft. De dag is aangebroken dat we gaan overnachten. Op naar Gio. Oh, ik ben zo benieuwd of hij dit door gaat hebben. Na weer een rit van 2 uur kwamen we aan. En dan denk je, hoe gaan we daar komen? We hebben een boot. En hiermee kunnen we via het beekje naar zijn achtertuin. Eén probleem, we moeten deze boot nog oppompen. Maar uiteindelijk konden we dan echt het water op. De boot ligt in het water, dus het is tijd om te gaan varen. Let's go. Oké, vanaf nu moet de lamp uit. Ik wist niet dat we zo dicht langs het huis kwamen. Dit is namelijk het huis. Er brandt licht, dus hij is thuis. Jongens, de tv staat aan. Besef dat we nu langs hier zijn huis varen. Slecht nieuws, hij heeft verlichting in de tuin. Jongens, we gaan hier aan land. Ik kan echt amper met licht schijnen. We staan nu officieel met alle spullen in Gio's tuin. Mijn tentje was nu klaar, maar we hadden een klein probleempje met die van Jesper. We hebben een tent zonder stok. We zijn stokken vergeten. Er zit maar één manier op. Ik moet buiten in de boot slapen. De lichten zijn binnen ook uit, dus hij is zeker thuis en ik denk dat hij nu ook naar bed is. Vanuit de tuin van Gio, slaap lekker. Trusten jongens. The next morning. Wat we nu gaan doen is een foto maken naar Gio met de tent voor zijn huis. Maar ik denk dat je nog verwarder wordt als ik zeg dat er een tent in de tuin staat, omdat er 2 mensen in geslapen hebben. Oh jee. Kijk eens even. Oh, wat een lekker weertje. Goedemorgen! Hallo! Daar is hij dan. De challenge is dus geslaagd. Heb je echt helemaal niks gemerkt? Nee, helemaal niks. Ik zat in de veiligheidskamer te kijken, ze in zijn bootje langskomen. Oh, telefoon. Ja? Dat is Gerda van Bob.com, hè? Oh, je hebt ook een challenge? Nou, wat voor een? Ze hebben mij uitgedaagd om een escape room te maken in de grootste Bob.com doos ter wereld. En hier moet Rick uit gaan ontsnappen. Ik heb 20 minuten de tijd om de sleutel naar de uitgang te ontraadselen. 3, 2, 1. De tijd gaat nu in. Ja, waar moet ik beginnen? Weet jij de sleutel te vinden naar de uitgang? Los op. 19 keer 12. Heb je Rick misschien? 2, 2, 8. Ja, wat dan? Hier is nog een slot. Ik heb het. Oh, moet ik nou gaan vissen of wat? Oh. Jongens! Oh. We zijn al 5 minuten voorbij en ik heb er nog geen 1. Na een tijdje had ik ze allemaal en hier stonden woorden op. Zoek verder in het water, er ligt een sleutel. Ah. Ik zie hier een bakje staan. Eventjes kijken wat dit is. Hier heb ik echt een hekel aan, jongens. Als ik deze doolhof met letters oplos, kom ik uit bij een woord. Ja. Oké, ik heb het. Het woord was dozen, waarmee de bol.com dozen bedoeld werden. Waar moet ik beginnen? Oh, er staan nummers op. Oké, ik moet wel tempo gaan maken, want de tijd gaat sneller dan je denkt. En de dozen op de goede volgorde zetten was nog niet zo makkelijk. En de laatste doos. Awart. 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 Oh! Ja, ik had niet aan gedacht. Awart. Ja. 1, 2, 3, 4. En er zitten weer sleutels in. Waar heb ik nu de sleutels voor? Er moet ergens iets liggen waar ik deze sleutel in kan. En ik kwam er pas na 2 minuten achter dat deze voor de uitgang was. Oh mijn god. Boom! Op naar de volgende challenge. Jullie moeten een huis gaan maken van aluminiumfolie en daar ook in gaan overnachten. Eén ding is duidelijk, we hebben heel veel aluminiumfolie nodig. En daarvoor gingen we meteen naar de winkel. De hele doos. Oh shit. Maar natuurlijk moet het frame wel van hout, zodat we de folie vast kunnen maken. Daar gaat de eerste rol. Dit kan toch niet goed gaan? Oh.
Dit is lastiger dan ik dacht. We kwamen erachter dat het buiten niet ging lukken met de wind. Dus daarom gaan we hier in het pand verder. Het ziet er al best leuk uit. Nadat we de bovenkant ook nog hadden toegevoegd, waren de muren eindelijk klaar. Maar er mist één ding. De deur. Dus nu kunnen we via deze manier naar binnen toe. Ik had het niet verwacht, maar ik denk echt dat het mooi gaat worden. Het dak maken was een erg lastige klus, maar natuurlijk hebben we dit kunnen fixen. Om er echt in te kunnen wonen hebben we natuurlijk ook meubels nodig. Vandaar deze stoel, tafel en deze twee bedden. Dit slaat echt helemaal nergens op. Jesper, het is tijd om te gaan slapen. Oh, dit maakt echt vreselijk geluid. Bij elke beweging gaat dit geluid maken. Daar liggen we dan. Ik denk echt dat dit geen fijne nacht wordt. Wel trusten. Jongens, het is echt een aanrader om in een aluminiumfolie te slapen. Ik heb ook heerlijk geslapen. Jullie gaan een portret tekenen van één van ons gezinsleden. Dus Esra, Deborah, Mia's, Eli of ik, maakt niet uit wie. En de vliezer, die krijgt... 10 eieren op zich al. Dit zijn de 10 eieren. Jesper, succes. We hebben besloten om Deborah na te tekenen en daar hebben we een half uur de tijd voor. 3, 2, 1, let's go. Oh, hoe moet ik beginnen, Jeff? We zijn nu halverwege en ik weet echt niet wat ik ervan moet vinden. Ik wist serieus niet dat ik zo goed kon tekenen. Ik weet niet of het op Devron gaat lijken, maar het lijkt in ieder geval wel al op een gezicht. We sluiten natuurlijk af met mijn handtekening. En dan is het tijd om. En toen moest de familie Lekamp daadwerkelijk gaan bepalen wie er gewonnen had. Rick. Wie heb jij getekend? Nou, gelijk ook de antwoord. Jesper had meer details in zijn tekening en Rick kan beter houden bouwen. En dan zou ik zeggen, Rick, heel veel plezier met alle eieren. Rick, wat? Nou, ik heb het echt gezegd. 10 eieren, weet je hoeveel dat is? Daar gaat ie. Ah, ah. Gaat het er ooit nog uit? Ah, dit is steeds pijner. Au, Jem. Au, Jem. Au. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk. Ja, boys. Het lijkt mij dus echt een heel goed idee als jullie jezelf gaan tatoeëren. Want dat is gewoon altijd leuk. Oh, oh. Een tattoo. Dit loopt heel uit de hand. Ja, ik hoef geen tattoo. Nee, ik wil echt niet. Dat wordt echt, man wordt heel boos. Zo ben ik de lul. Oké, let's go. We gaan onderweg naar de tattoo shop. Het moment is aangebroken. Nadat ik het design gekozen had, was het tijd om de tattoo te gaan zetten. Daar gaan we dan. Maar wat het gaat worden, dat is nog de vraag, hè? Eén tip, hij komt om mijn hand. Een vraagje, heb je al ooit dit design gezet? Nee, deze nog niet. Deze is, is uniek. Daar gaan we dan. Jongens, hij wordt officieel gezet nu. En voelt lekker? Het voelde eerlijk. Hij staat erop. Hij staat erop. En nu zijn jullie zeker benieuwd wat erop staat. Dit staat echt helemaal nergens op. Een poppetje op een trampoline. Hij is wel leuk. Ik vind hij is het echt leuk. Dat was hem echt.